Is sowieso. Deze als eerste ranken. Dus tussen time deliveries. Want ze geven je steeds meer geld ervoor. En dat zijn toch wat deliveries die ik hartstikke belangrijk vind. In ieder geval een urgent delivery ga ik waarschijnlijk tussen deze en de volgende sessie doen. Dat samen met een... die ga ik natuurlijk ook zelf moeten doen. En ik ga ook even kijken naar alle andere achievements. Want ik misschien dat ik ga achievement hoeren voor de rest. En dat ik gewoon meerdere afleveringen even van ga doen. Het kan best zijn dat ik letterlijk volgend jaar iets van... Ik weet niet hoeveel afleveringen ga doen. Misschien zelfs dat ik weer gewoon een wekelijkse aflevering doe. Echt letterlijk een wekelijkse. En dat toch over iedere week van het jaar. Weet je wat? Het gaat nog worden ook. Jullie gaan weer ETS 2 kunnen verwachten op het kanaal. Zelfs na december. Because I'm up for it. Het gaat geweldig worden. Ik ga zoveel werken met de achievements daardoor. Plus, ik ga het spel dan ook weer een beetje wat meer spelen. Ik ga mezelf dan wat meer verdiepen weer in... hoe heet nou? In eigenlijk de game zelf. In de achievements. En dan eigenlijk zodra ik alle achievements heb gedaan... Dan ga ik voor een... dan ga ik echt Mercury Truck Simulator doen iedere week. Ook totdat die achievements klaar zijn. Of totdat ik bijvoorbeeld van die echt alles heb gedaan wat ik wilde doen. En dan zie ik daarna nog wel of ik, wat ik daarna ga doen. Het kan best zijn dat ik zelfs alle achievements in allebei de games heb gedaan. Dat ik daarna terug ga naar ETS 2. Maar het is al gesetteld. Dit gaat iedere week. Van het aankomende jaar gewoon komen. ETS 2 op CSP.NL. Holy shit. I'm ready for it. Ook natuurlijk omdat ik nu al aan het spelen ben. Maar ik denk wel dat het gewoon leuk gaat worden om te doen. Nou, ik zie nu dat iemand Mugen's Soul Z speelt. Holy shit, ik hou echt van het spel. Ik hou ook van de makers. Ik bedoel, ik heb dat spel gratis gekregen gewoon. Dus holy shit. Mijn dank is groot. Aan... voor mij was het... Compa Heart en... ID Factory, dat sowieso. Want die twee bedrijven zijn B. Sorry, maar... Ik hou echt zo erg van ID Factory. Want ik hou van ID Factory... het gewoon echt het bedrijf zelf wat de games maakt. Maar ook echt gewoon van ID Factory International. Als in de... hoe heet het nou? De publisher. Gewoon... Ik ga het er veel simpel zeggen. Dat is gewoon liefde voor Hyperdimension Neptunia. En voor Fervent's F. Dat zijn echt twee van mijn belangrijkste spellen die ik... onder andere Fervent's F gaat nog komen op het kanaal. Mugen's Souls ben ik al bezig geweest met recordings. Hyperdimension Neptunia is nog bezig op het kanaal. Voor iedereen die iets zich trouwens afvragen. Er is... voor mij... 3 oktober. 3 of 4 oktober... is Mega Tech Mansion Blanc plus Neptune versus Zombies uitgekomen op Steam. Ik heb die gekocht. En dat is ook dus een spel dat ik ga spelen. Alleen wanneer, ik heb nog geen idee. Ik ben van plan als eerste de hoofdverhaallijn van Hyperdimension Neptunia eventjes gewoon compleet door te spelen. Dus dan heb ik het over Rebirth 1, Rebirth 2, Sister Generation, Rebirth 3, V Generation. En V2. Mega Dimension, Neptunia, V2. Nou, als ik die dan allemaal heb gedaan. Dan ga ik me echt heel erg bezig gaan met allebei series ervan. Want dat zijn er ook fucking veel dan. Want ik weet niet of deze ook naar PC kan. Maar dat is... de Neptune Hard Curls. Versus Sega nog wat eens. Versus Sega Hard Girls. Ik weet niet precies hoe het is. Hoe het spel heet. Maar het is in ieder geval
de Neptune groep tegen een Sega groep. En ik ben ook best wel benieuwd naar hoe dat spel in elkaar zit. Want ik weet dat die voor de PS Vita gaat uitkomen. Als die dat dan nog niet gedaan is. Of die ook op Steam komt, dat weet ik nog niet. Daar heb ik niet echt op gelet eigenlijk. Maar dat is wel echt iets wat ik ga doen. Ik ga, zodra die ook komt, ik koop hem direct. Op PC, want dat, alles wat met Hyper Dimension of Juna te maken heeft, dat wil ik gewoon hebben. En daarom vond ik het ook zo jammer dat de... Want dit is even iets wat ik heel erg jammer vond. Fair Fantasy F heeft... 1,8 van Max M, mooi zo. Maar er is van Fair Fantasy F, en dat is voor mij... een speciale versie ervan ofzo, kom op PS4. En die is dus nog niet op de PC verschenen. Dat vind ik echt jammer. Maar... Ik moet ook wel zeggen, van ik begrijp het wel, want ID Factory International die is begonnen op PlayStation en daar blijven ze nog eventjes bij. En alles begint langzaam een beetje naar PC te komen, want ik weet niet hoe lang mensen op V2 hebben gewacht. Denk meer dan een jaar dat mensen op PC hebben moeten wachten voor V2, voor Mega Dimension. Ik weet dat Rebirth 1, Rebirth 2 en Rebirth 3 zijn alle drie een beetje achter elkaar uitgekomen in 2015, heb ik me over gezegd. 2015, 2016. Nee, moet 2015 zijn geweest trouwens. Alleen die spellen, die zijn fucking oud, de originele. Voor mij, denk ik de eerste origineel 2011 kwam ofzo. Maar dat gaat dan om de gewone Hyper Dimension of Juna game. Dus dat is nog niet MK2 of bijvoorbeeld. Victory. En zo heet 3 dan. En er is ook nog eentje. Oh shit, er is trouwens ook eentje op de PS Vita. Die moet ook naar PC komen. Alleen dat is een hele lastig om naar PC te brengen. Dat is Hyper Dimension of Juna Practice Perfection of Produce Perfection, een van die twee. Maar die moet bijvoorbeeld ook nog naar Steam komen. Maar ik weet niet hoe dat dan gaat lopen zitten. Het kan best zijn dat ze dat dan... Ik heb totaal geen idee hoe ze van plan zijn om die te doen. Ik hoop wel echt dat die gaat komen, want het gaat... Ik ga die zo gewoon vinden op de PC, want dan ook dan ga ik hem gewoon doen. Maar ik heb die momenteel ook op mijn PS Vita, dus in principe ik kan hem spelen. Dat is voor mij momenteel het belangrijkste. Ik ben echt een Hyper Dimension of Juna fanboy. Ik kan er niks aan doen. Maar ik zeg, ik ben eigenlijk nog meer een ID Factory fanboy. ID Factory International. Al moet ik er ook wel bij zeggen, en dat is iets wat ik echt geweldig vind. Ook al is Mogan Soul Set niet van ID Factory International, alsnog, ze hebben gewoon fucking Neptune Noir en Blanc erin zitten. Als je de DLC hebt, en die heb ik. Ik vond het wel noodzakelijk om die te hebben. Ik heb alle DLC's volgens mij van dat spel. Een beetje mijn standaard procedure als ik een game als dat koop. Of, nou ja, koop. Ik heb hem 10 natuurlijk gekregen. En daarnaast is het al voor mijn standaard procedure om ook echt gewoon tussen alle DLC's te kijken. Maar dat doe ik standaard al bij games. DLC's kijken is zo'n standaard procedure voor mij geworden dat ik het... Dat ik eigenlijk, als ik een spel koop, doe ik het bijna nooit zonder DLC. Of hij moet echt geen DLC hebben, maar meestal doe ik het wel gewoon met alle DLC. Natuurlijk heb ik niet bij ieder spel alle DLC. Bijvoorbeeld, don't get me wrong, ik hou echt van Euro Truck Simulator 2. Maar alle DLC is te gek voor mij. Dat ga ik gewoon niet doen. Want er zitten zoveel van die paint jobs DLC in en daar heb ik gewoon helemaal niks aan. Of special rims. Ik bedoel, wat heb ik daaraan? Het voegt dingen toe om je truc mee aan te passen, maar that's it dan ook.
Het voegt geen extra gebieden toe. Het voegt geen jobs toe. Dus dan is het voor mij een beetje meh om die te kopen. Ik hou er bij ieder spel rekening mee. Als het echt iets is waar ik niks aan heb. Ik bedoel, bij Watch Dogs. Of Watch Dogs had ik toen dat Season Pass gekocht. Dus dat is geen goed voorbeeld. Maar als ik de Season Pass kan kopen. En dan kijk ik altijd even welke DLC erbij zit. Als op de rapport met al DLC is. Maar als ik bijvoorbeeld kijk en ik zie dat er. Als je het remissie DLC is, dan heb ik echt iets van, oké, dan wil ik sowieso die hebben. Want het is een missie DLC en dat vind ik belangrijk. Als je er alleen maar costume DLC's bij of items, dan heb ik ook iets van, ja, het is niet 100% nodig. Waar heb je Mansion of Junior Reaper van was al nodig? Want Reaper of One is best wel intens qua damage en stuff. Je gaat best wel wat damage krijgen in die en Reborn is niet de beste als het gaat om hoe moet ik het noemen? Als het gaat om echt gewoon makkelijk door de heen spelen. Ik denk dat ik bij Reborn heb ik een beetje problemen gehad. Ik denk dat ik bij Rebirth 3 ga je echt makkelijk doorheen, want je krijgt eigenlijk zoveel characters als je alle DLC hebt. Voor mij is het als je niet alle DLC hebt. Maar er gaat zoveel in characters dan omheen. Dat gewoon iedereen vult elkaar aan. Iedereen krijgt XP. Er is bijna geen reden voor die om echt oefen te blijven levelen en shit. Want je levelt sowieso al ver genoeg in dat spel. Ik heb bij die echt totaal geen problemen whatsoever gehad op het moment dat ik die aan het spelen was. Tijdens de streams of tijdens voor mezelf. Holy shit, ik heb het gewoon gedaan. Terrorist, 2 van de 5. Holy shit. Bonus verpakking 2. Je krijgt fucking weinig voor het neerzetten. Dat was een beetje het probleem. Just in time delivery. Oftewel. Wij gaan doorrijden nu. Maar bij Dennis is eigenlijk wel een. Het is eigenlijk wel een poppenstuk rijden hoor. Don't get me wrong. Job market. Freight market. Aberdeen. Jesus. Helemaal daar. Vanaf daar naar Italië zou het ook wel langer zijn. You know what?
Begrootje, laat ik eerst even slapen en repareren. Nee, eerst gewoon eventjes alleen slapen. En daarna kijk ik even wat voor jobs er dan zijn.